Tijdvak 4 is de tijd van de steden en staten en dat is eigenlijk de tweede helft van de middeleeuwen, de periode 1000 tot 1500 ongeveer. En die naam steden en staten is niet voor niets gekozen. We gaan nu eerst eens kijken naar de opkomst van de steden, die te maken heeft met de opkomst van handel en ambacht die de basis legden voor het herleven van de agrarisch-urbane samenleving. We gaan het hebben over handel en ambacht, oftewel middelen van bestaan, dit is dus vooral een economisch iets. En daarnaast zien we ook dat daardoor de steden weer op beginnen te komen. Mensen beginnen dus weer op een andere manier samen te leven. Dus die economische veranderingen hebben ook grote sociale gevolgen. Eerst eens even kijken naar dat begrip agrarisch-urbaan, want dat zijn we al vaker tegengekomen. In de tijd van de Grieken en de Romeinen was er in West-Europa ook al een agrarisch-urbane samenleving. Maar rond het jaar 1000 of tot het jaar 1000 is West-Europa weer een agrarische samenleving. Een samenleving dus waarbij de meeste mensen leven op het platteland en leven van de landbouw. 90-95% van de mensen was boer in die tijd. En die landbouw die was sterk autarkisch, oftewel zelfvoorzienend. Denk even terug aan dat hofstelsel waar we het over gehad hebben in die tijd van die monniken en ridders. Nou, vanaf het jaar 1000 zien we dus dat West-Europa langzamerhand weer een agrarisch-urbane samenleving gaat worden. Wat is dat dan? Nou, dat is een samenleving waarbij nog steeds een groot gedeelte van de bevolking op het platteland leeft en in de landbouw werkt. Maar tegelijkertijd zijn er ook weer steden waarin ambachtslieden werken, dus die in de nijverheid werken, producten maken met de hand dus. En waarin handelaren leven, mensen die dus producten en voedsel verkopen, verhandelen. En de vraag is natuurlijk, wat verandert er zo rond het jaar 1000 of vanaf het jaar 1000 dat Europa weer een agrarisch-urbane samenleving kan worden? Nou, daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste wordt Europa weer veiliger. Tot in de 10e eeuw werd West-Europa lastiggevallen door verschillende volkeren. Denk terug aan die Hunnen die zorgden voor die volksverhuizing, waardoor uiteindelijk ook dat West-Romeinse Rijk in elkaar stortte. Maar denk vooral ook even terug aan de Vikingen. Die plunderden de Europese kustgebieden en de gebieden langs de grote rivieren en dat zorgde voor een boel onveiligheid. En vanaf het jaar 1000 ongeveer houden die invallen van die Vikingen op. Dat zorgt dus voor meer veiligheid. Maar de grootste veranderingen zien we in de landbouw plaatsvinden. De voedselproductie wordt groter. Hoe kan dat? Nou, ten eerste wordt er voortaan gewoon meer grond gebruikt voor de landbouw. Er worden nieuwe stukken land ontgonnen. Dat wil zeggen dat grond die eerst niet geschikt was om voor landbouw gebruikt te worden, nu wel voor de landbouw gebruikt gaat worden. Denk bijvoorbeeld aan bos dat gekapt wordt of moerassen die drooggelegd worden of iets dergelijks. En daarnaast zien we ook op beperkte schaal inpoldering plaatsvinden. En dat zijn dus ook meren die drooggelegd worden zodat daar ook landbouwgrond van gemaakt kan worden. Nou, daarnaast zien we allerlei technische verbeteringen plaatsvinden waardoor de voedselproductie ook toeneemt. De belangrijkste is misschien wel een nieuw soort ploeg, de risterploeg, die dieper de grond ingaat waardoor die grond ook beter bewerkt kan worden. En boeren gaan steeds vaker in plaats van ossen paarden voor die ploeg spannen. Dat werkt beter en dat zorgt ook weer voor meer voedsel. En als laatste zien we dat de landbouwgrond die er is sowieso ook efficiënter gebruikt gaat worden door middel van het zogenaamde drieslagstelsel. Daarvoor werd altijd het tweeslagstelsel gebruikt en dat betekent dat de grond eigenlijk in twee delen werd gedeeld. De ene helft van de grond die lag braak, die werd niet gebruikt, die moest op krachten komen. We zitten hier in de tijd voor de kunstmessen en dergelijke en de grond moet natuurlijk niet uitgeput raken. Dus de ene helft van de grond bleef braak liggen, werd niet gebruikt, terwijl de andere helft wel gebruikt werd en dan na een jaar werd dat omgewisseld. En je gebruikte dus de hele tijd maar 50% van je grond bij dat tweeslagstelsel. Daar kwam het drieslagstelsel voor in de plaats. De grond werd voortaan in drie stukken gedeeld. Een zomergedeelte, een wintergedeelte en een gedeelte dat braak bleef liggen, leeg bleef dus. En dat werd ieder half jaar of ieder jaar werd dat doorgewisseld. En dan gebruik je dus in plaats van 50% van de grond ineens 66 of 67% van de grond. En dat betekent dus ook meer voedsel. Nou ja, wat zijn de gevolgen daarvan? Het belangrijkste gevolg dat zie je hier nu verschijnen. En vind je ze er ook niet schattig uitzien? Ja, dat dacht ik ook. Maar even serieus, de bevolking groeit. Dat is een heel logisch iets natuurlijk. Meer voedsel betekent meer mensen. Mensen zijn sneller geneigd om kinderen te nemen als ze weten dat er genoeg voedsel is. En bovendien zorgt meer voedsel er ook voor dat mensen langer in leven blijven. Ze zijn minder vatbaar voor ziektes en dergelijke. En natuurlijk ook als het veiliger is, gaan er ook minder mensen dood. Nou ja, daarnaast zien we dat door die toename van die voedselproductie er overschot ontstaan. Er is in sommige gebieden meer voedsel dan dat er nodig is. En die overschotten die kunnen mooi verhandeld worden. De handel begint dus toe te nemen. En als je deze twee zaken bij elkaar optelt, dan zien we dus dat de steden terug gaan komen. En die steden die komen terug op verschillende plekken. Op bijvoorbeeld plekken waar ze in het Romeinse Rijk ook al waren geweest. Die steden die bloeien weer op. Nijmegen is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van.
Of op plekken waar handelswegen bij elkaar komen, een knooppunt dus. Eindhoven is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Maar goed, er zijn een aantal gebieden die er in Europa uitspringen. Wat zijn de belangrijkste handelsgebieden in die tijd en dus ook de meest verstedelijkte gebieden? Nou, ten eerste is dat Vlaanderen. Handelssteden zoals Brugge en Gent, die hebben nauwe contacten met Frankrijk, met het Duitse achterland en met Engeland. Die liggen mooi aan de kust, dus die liggen daar lekker centraal in Noordwest-Europa. En daar komen dus heel veel handelaren naartoe. Een ander gebied dat heel erg opkomt, dat zijn de Noord-Italiaanse stadstaten. Dan moet je denken aan steden als Genua, Milaan, Florence, Venetië, dat soort steden. En die profiteren ook heel erg van hun ligging tussen Noordwest-Europa en het Middellandse zeegebied. Zij zijn eigenlijk ook een soort knooppunt en ja, daar profiteren ze van, daar groeien ze dus ook heel erg van. Een laatste gebied dat heel erg in opkomst is in die tijd van die steden en staten is het gebied van de zogenaamde Hanzesteden. En de Hanzen, dat zijn eigenlijk een aantal steden waarvan de handelaren samenwerkten. Die steden die maakten afspraken met elkaar dat elkaars handelaren in elkaars steden bepaalde voorrechten kregen en dergelijke. En zo konden ze samen sterker staan.